Pizza Mafia. Dames en heren, welkom op de set van Pizza Mafia. We hebben de Hubertus Tunnel 3 nachten tot onze beschikking om flink te stunten en te rammen door het tegenliggende verkeer. Ik denk wel dat het gaaf wordt, ja. Maar we hebben in ieder geval de middelen en de mensen om het allemaal te doen. Er liggen overal camera's, topshot, helemaal lampen in de lucht. Dat is hartstikke spannend. De bedoeling in het verhaal is dat Haas en Bram hebben een grote achtervolging. Die start bij de loods, hun hangout. En dan vervolgens gaan ze door het industrieel gebied. En komen ze uit bij de Hubertus-tunnel. Tijdens stunttraining hebben we geoefend hoe Haas heel spectaculair kan wegrijden. Dan maakt hij zo'n 180 graden slip. Nou ja, voor de laatste scène willen we Haas ook weer op die manier weg laten rijden. En dat gingen we eventjes oefenen. Nou goed, de scooter was iets meer opgevoerd. Had ook een box bij zich. En toen ging het fout. Even stil. Dus hopen dat het goed gaat. En ik hoop ook dat Mamoen genoeg zelfvertrouwen heeft. Ik kan me ook voorstellen dat als je zo'n enorme smakker maakt, dat je denkt, oeh, nu moet ik weer. Zullen we zien. De spring is hier van de verhoging. We ask for maybe make them stronger or change some parts, but nothing happened. And so we have the original scooters and they're really not for jumping. It is also experience with the jumping from the trail. As we jump here, it's reasonably higher. Much more risk of crashing the scooter. Thank you. Dan gaan ze de tunnel in, tegen het verkeer in. We zijn de tunnel ingesprongen, ingevlogen. We hebben elkaar van de weg proberen te duwen, voor een auto proberen te gooien. En dan komen ze op de parallelweg, waar op een gegeven moment een betonnen vangrail staat. Als je brommer de klap maakt en je zit er nog op, dan klap jij zelf ook. En dan lig je daar. Ja, dan lig je in het hek. Ja, dan lig je het AMC.